De minister van Regionale Ontwikkeling, RO, Edgar Dikan, heeft het afgelopen weekend een werkbezoek gebracht aan het district Nikeri. Daar heeft hij samen met DC Witperkash Julum Singh, RO-directeur Wilco Finisi en André Pinas, hoofd van waterschappen, een kijkje genomen in het Sawmillkreek-Polder waterschap. Gecontroleerd is of de belanghebbenden zich houden aan de onderhoudsplicht van de keur. De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van het waterbeheer en de waterwegen. De Sawmillkreek-Polder is vanaf 2009 het waterschap met een goedgekeurde keur in Suriname en volgens minister Dikan is dat een pluimpje waard. Sinds de instelling van de waterschapswet in 1931 had tot dan geen enkele Surinaamse waterschap een keur. Dikan hoopt dat de Sawmillkreek-Polder als voorbeeld kan dienen voor de rest.